vragen wie Youssef is, ze vragen wat Youssef doet, ze vragen heeft Youssef weed, ze vragen heeft Youssef coke. Ik weet niet wie ik ben of wie ik allemaal wil zijn. Kijk in de spiegel, zie een jongen zonder hulplijn. Het laatste wat ik wil is dat mensen mij een tata vinden. Dus tegenwoordig strijd ik meer en we chappen minder. 21 is nog altijd wat ik represent, maar die mannen daar weten niet eens dat ik een rapper ben. Let op jouw stappen, jij wordt geflasht door een flitspaal. Daar heb ik niks aan, je broer is een klikspaan. Ze vragen wie Youssef is, ze vragen wat Youssef doet, ze vragen heeft Youssef weed, ze vragen heeft Youssef coke. Die bitch die komt naar mij omdat ze ook wel eens verwend wil worden, of omdat ze ook wel bekend wil worden als die bitch van die rapper die zichzelf Youssef noemt, of als sletje dat alleen op doekoe loert. Ik leid aan terminale creativiteit. Je ziet geld en die rappers die raken het kwijt. Ik wil money verdienen met dit. Jullie zijn op fame en ik ben op mijn rap shit. Hey, maar vele mannen zijn op zoek naar saaf. Vind eerst liefde en dan pas heb je het gemaakt. Ik ben alleen gedreven voor liefde en de fame. Luister naar mijn stem, Youssef is wie ik ben. Ze vragen wie Youssef is, ze vragen wat Youssef doet, ze vragen heeft Youssef weed, ze vragen heeft Youssef coke. Ik heb die WK, broer, ik heb geen drama nodig. Heb moeten vechten voor mijn plek, ben nooit te laat gekomen. 14, eerste gesprek met een flik blauw. Jullie kennen geen kou, jullie stressen voor saus. Want jullie snappen niet wie Youssef is en waar jullie mening is. Ewa, nee, dat boeit mij niks. Hey, maar waar gaat het nou heen? Het gaat alleen om de fame. Ze vragen wie Youssef is, ze vragen wat Youssef doet, ze vragen heeft Youssef weed, ze vragen heeft Youssef coke. Maar ik zie nog veel pijn op de pleintjes, op de straten, blauw overal. Mannen zijn bang om nog luid op te praten, maar het is geen optie om te stoppen. We blijven op die rap, het is geen optie om te doppen, nee. Je komt naar mij, maar je bouwt op hem. Ik praat voor diegene, diegene zonder stem. Voor die mannen in de kou, voor die mannen zonder moeder, borgerhout. Dat is waar ze me Youssef noemen. Ze vragen wie Youssef is, ze vragen wat Youssef doet, ze vragen heeft Youssef weed, ze vragen heeft Youssef coke. Nee man, fuck you.